Ik sta nu met Sandra Diepstraat hier in het warme gedeelte nu inmiddels van de Butter. Ja. Inmiddels staat eigenlijk het hele gebouw staat. Het is prachtig. Hoe voelt het om hier zo te staan? Ja, dankjewel. Ja, heel erg leuk. Het is gewoon heel fijn dat iets waar je echt een aantal jaren al over aan het denken bent geweest en aan het tekenen bent geweest, dat je nu ziet dat het zo snel vorm krijgt en dat het ook precies zo is als je had gehoopt dat het zou zijn. Ja. Nou, dat kan ik me zeker voorstellen. En we staan nu inmiddels bij het zwembad. Wanneer komt er daadwerkelijk water in? Ik verwacht al heel snel, want we willen eind april willen we de open gaan. En het water moet op temperatuur komen, dus dat moet er echt een paar weken van tevoren in. Dus dat zal begin april zijn, denk ik. Nou ja, dat is al best wel snel, hè? In principe dat we hier dadelijk de kindjes en de mensen lekker kunnen gaan zwemmen.